20 en 21 augustus werd voor de zesde keer het United Jeugdcup toernooi georganiseerd op de velden van JSV. Met internationale deelname uit Rusland, Engeland, Duitsland, Spanje en natuurlijk Nederland. We gaan kijken met RTV 9 hoe dat verlopen is. De kanshebbers bij de United Jeugdcup die vooraf werden getipt waren Ajax uit Amsterdam, Knoploeg FA uit Rusland en het Arnhemse Vitesse AGOVV. Er deden 16 ploegen mee, waarvan er 8 voor het eerst. Op dit internationale D-pupillentoernooi in Nieuwegein deed ook voor het eerst een Spaanse ploeg mee, Malaga ZF. Wat de top van Midden-Nederland speelt bij FC Utrecht. De ploegen kwamen zaterdagochtend het veld op om zich aan het publiek te presenteren. Een club met een geweldig verleden. Op zaterdag waren er poolwedstrijden bij prachtig zonnig weer. De zondag begon met de kwartfinales. De finale begon eind van de middag. De ploegen lieten 2 dagen het beste van hun kunnen zien. Er werd gestreden om de felbegeerde cup die zondagmiddag 21 augustus naar de finale winnaar van de United Jeugdcup 2011 ging. Het gaat echt geweldig. Het gaat echt geweldig. We werken met 5-jaren plannen. En aan het eind van ieder 5-jaren plan, dan willen we echt knallen. Dus vorig jaar was de 5e keer. Voor het eerst dat we dat voor de 5e keer deden. Toen hebben we enorm geknald. En dit jaar was de uitdaging om die kwaliteit vast te houden. En als organisatie zijn we er beide van overtuigd dat dat dit jaar gelukt is. Een van de grootste veranderingen is inderdaad het VIP Village dat we dit jaar gebouwd hebben. We zaten altijd boven, hadden we ook een mooi terras bij voor de VIPs. Maar dat werd te klein. Nou, dat is eigenlijk een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Het is altijd fijn dat je veel sponsors hebt. Het werd te klein, dus toen hebben we besloten om een dorpje te bouwen van tenten. En dat hebben we op het grote plein gedaan. Dat hebben we moeten verhogen, want anders zien de sponsors de velden niet. En ik moet zeggen, dat is ook erg geslaagd dit jaar. Nu naar het toernooi, de spelertjes zelf. Hoe gaat het? Hoe gaan de spelertjes hoe gedragen de spelers zich? Hoe gedragen de scheidsrechters, de toeschouwers? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als alle jaren. Wat je wel ziet is dat er teams zijn die we nu al voor de 5e keer hebben. JSV zelfs al voor de 6e keer. Hè. Dat is het enige amateurteam dat mee mag doen aan de United Jeugdcup. En daarnaast zie je dat er teams zijn die hier voor de allereerste keer zijn. Die kijken dan hun ogen uit. Die verwachten niet zo'n sterke tegenstand, niet zo'n goed georganiseerde organisatie eromheen. Velden zijn in topvorm. Alles is eigenlijk geregeld voor ze. Dani, gevoetbald tegen Ajax. En hoe ging dat? Ja, ging niet zo heel erg goed. We hebben verloren met 4-2, maar... En ik kreeg toch de indruk, de beelden gezien te hebben van jullie wedstrijd, dat het vrij goed ging met jullie. Ja, het ging ook wel goed met ons, maar de kans moet afgemaakt worden en soms had de scheids niet echt mee. Ho, we gaan toch niet de scheidsrechter de schuld geven, hè? Nee, ik geef de scheidsrechter niet de schuld, maar af en toe is het niet echt altijd goed. En Jorn, is het de eerste keer dat je met dit toernooi meedoet? Nee, tweede keer. Vorig jaar mocht ik ook meedoen en ik ben blij dat ik nu nog een jaar mag. Hoeveel punten hebben jullie nu gehaald? Welke plek zijn jullie nu geëindigd? Als laatste, maar dat was verwacht. Jullie zijn ook geen beroepsvoetbalorganisatie, hè? Nee, dus het was te verwachten, maar het is leuk dat je tegen zulke clubs van spelen. Hey, Nets, El Orfanato. Hoy, 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 h
finale ging uiteindelijk tussen de Duitse Schalke 04 en FC Utrecht. De wedstrijdbal, geschonken door de hoofdsponsoren, is door middel van een helikopter hier op het hoofdveld gebracht. Daar gaan de ploegen van FC Utrecht en Schalke 04 de finale mee spelen en het toernooi mee afsluiten. Daar zijn ze dan, de ploegen van FC Utrecht en Schalke 04. De ploegen die de finale mogen gaan spelen van het zesde internationale D1 jeugdtoernooi, genoemd de United Youth Cup. Links de spelers van FC Utrecht, keurig netjes in zwarte broek en roze shirts met een zwarte band eroverheen. En aan de rechterkant zien we ook in zwarte broek, nee, blauwe broek hebben ze aan en witte shirts, de ploegen van Schalke 04. En zoals gebruikelijk ook in de topwedstrijden, alle spelers geven elkaar voordat de wedstrijd een aanvang neemt. Eerst elkaar even een hand, een vriendschappelijk klopje misschien, elkaar succes wensen en dan gaat het beginnen. De wedstrijd moest worden beslist door het nemen van strafschoppen. In de finale werd het gelijkspel met 1 tegen 1. Keeper van Schalke op de doellijn. Aanloop van de speler van FC Utrecht. Schijnbeweging en het doelpunt. Keurig netjes. 1-0 voor FC Utrecht in de penaltyreeks. Keeper van Schalke van de FC Utrecht in het doel. Er komt de aanloop van de speler van Schalke. Keurig netjes. Linker bovenhoek eigenlijk. Halverwege. Keurig doelpunt, goed genomen penalty, 1 tegen 1. Voor FC Utrecht, er komt de aanloop. Keurig doelpunt. FC Utrecht wint het zesde internationale D-toernooi hier op de velden van de JSV. Utrecht wint de United Youth Cup. Alle uitslagen zijn na te lezen op www.unitedyouthcup.nl. Bij de zesde editie van de United Youth Cup hier in Nieuwegein. Druk en gezellig. Bedankt voor het kijken naar RTV 9 en graag tot de volgende keer.